Ik ben Joyce Berends en ik studeer organisatiewetenschappen. Dit is mijn favoriete plek op de campus. Het is achterbij gebouw C. En straks als het wat mooier weer wordt, ligt het hele grasveld hier vol met studerende mensen die tussen de colleges even lekker hier op het gras komen chillen. Ik vind de studie organisatiewetenschappen heel erg leuk, omdat je vanuit verschillende perspectieven ga je naar een organisatievraagstuk kijken. Dus je krijgt een beetje psychologie, een beetje sociologie, een beetje rechten, een beetje economie. En vanuit al die perspectieven ga je dan een probleem oplossen voor een organisatie. Organisatiewetenschappen is een hele interactieve opleiding. De docenten proberen je echt actief bij de lesstof te betrekken. En verder zijn er heel veel opdrachten waarin je in groepsverband bezig gaat met organisaties onderzoeken. Waardoor je heel actief met de lesstof bezig bent en niet alleen maar theorie. Ja, naast de studie organisatiewetenschap heb je zeker tijd voor andere dingen. Zo ga ik zelf 2 à 3 keer in de week naar de sportschool hier op de campus. Zelf doe ik aan fitness, maar je kan er bijvoorbeeld ook tennissen, voetballen, turnen. Zo gek als je kan bedenken, je kan het daar eigenlijk allemaal doen. Als wij naar een organisatie kijken, kijken wij niet zozeer van hoe doet die het financieel, wat zijn de financiële cijfers. Maar hoe zit het met motivatie van de mensen, organizational performance in de zin van hoe effectief zijn de werknemers in de organisatie. Ik vind het vak organizational development heel leuk, want dan ga je naar veranderingen in organisaties kijken en dan met name naar de menselijke kant daarvan. En dat is ook wat deze studie uniek maakt in Nederland. Want andere studies kijken met name naar de economische kant en niet zo naar de menselijke kant van de organisaties. Mijn droombaan weet ik nog niet precies. Organisatiewetenschap is heel breed en ik kan er nog heel veel kansen mee op. Maar dingen als organisatieadviseur of projectmanagement spreekt mij heel erg aan. En ik hoop dat ik daar later in terecht kom. Nou, het lijkt mij heel erg leuk om HR-manager te worden later. Dat je mensen kan helpen in moeilijke tijden. Dat ze bij jou terecht kunnen als ze een probleem hebben. Dat je ze kan ondersteunen daarbij. En het lijkt me ook heel erg leuk om mensen te werven en te selecteren voor een bepaalde baan.